Hi, welkom terug bij mijn kanaal. Ik hoop dat je een leuke dag hebt. Ik kan niet zeggen goedemorgen, goedemiddag. Ik weet niet wanneer je dit kijkt. Voor mij is het ochtend. Het is op een maandag vandaag. Verder wil ik daar eigenlijk niks over zeggen. We gaan een full face. Nou, we gaan niet een full face doen. We gaan een Get Ready With Me doen. Maar dan met allemaal oude producten die ik nog had. Van verschillende merken. Gewoon niks nieuws. Het is allemaal niet super oud, maar niks nieuws. Ik begin met de Catrice de Smoother Primer Concentrate. Die ben ik aan het opmaken. Die zit in mijn everyday bakje. Ik heb de skincare verder al gedaan. Hoe gaat het met jullie? Sint Maarten gevierd het weekend. Ik ken het niet. Ik ken het wel. Maar wij vierden dat niet in Den Haag. Waar ik vandaan kom, vierden we dat niet. Dus, maar goed, ik woon nu al 25 jaar in Noord-Holland. En daar vieren ze het wel. Dus ik ben er wel mee bekend. En Wessel liep ook als kind hier in de wijk, Sint Maarten. Dus wij doen netjes mee, want ja, ik vond het ook leuk. Hij vond het ook leuk als kind en dat vond ik dan weer schattig. Dus ik doe van Makeup Revolution een klein beetje van de Peach Concealer. Corrector is het eigenlijk, meer. Om een beetje een beginnetje te maken met de roodheden. En dan doe ik daardoorheen de concealer. De concealer. Ik heb de Dior gepakt. Die heb ik al een tijd. Het is een favoriet. Het is geen nieuw product. Even een kwastje. Kijk, doordat die peach erbij zit, raakt het meer mijn huidskleur, zeg maar. Het lijkt meer op mijn huidskleur, dat ik het zo zeg. Het raakt van kleur meer mijn huidskleur. En daardoor komt die minder door de foundation heen. Uiteindelijk door het toevoegen van die peach heb ik dus waarschijnlijk minder foundation nodig. Niet dat ik daar heel veel van gebruik. Maar toch. Ik hou wel van een. Kijk, hij komt er nu alweer doorheen. Zie je dat? Ik vind dat op zich niet erg hoor. Maar ik had een primer van Dior klaargezet. De Dior Primer Veil. Glow Veil. Nou, die mag terug. Geen idee waar die stond. Want het primerbakje is inmiddels weer zo vol. Stond jij? Of heb ik stiekem iets anders in de plek daarvan gezet? Nou, zomaar dan. Dat is niet slim van mij. Ik gebruik de Dior Forever Skin Glow. En ik heb de kleur 1N. Had ik die moeten schudden, denk je? Deze heb ik al een tijd niet gebruikt. En een spons. Wij waren zaterdag wel laat voor de Sint Maarten, want wij hadden
Een verjaardag. Daar kan een kind ook niks aan doen dat hij op Sint Maarten jarig is. Dat is de jongste zoon van Dennis' zusje. En ook, ze hebben 3 zonen. En wij 1. Dus mijn schoonouders hebben alleen maar kleinzonen. Ik kan er niks aan doen, maar dit is zo. Even goed in de lachlijnen doen. Dit is zo'n mooie foundation, wou ik zeggen. Moet je zien hoe mooi die glow is. Ja, prachtig. Er staat hier heel veel. Ik ben een beetje plek aan het zoeken, want ik heb hier dingen klaarstaan voor andere video's. Dus het is een beetje... Soms is het een beetje priegelen. De Essence Brighten Up Poeder. Die ik ga opmaken deze maand, denk ik. En dan heb ik gepakt voor mijn hele gezicht de NYX Non-Filter. Ik wist niet eens dat ik het had. In de kleur porselein. Ik pak even mijn kwast. Een beetje van de Max & More Fixing Spray. Voor het poederige effect. Dan gaan we even waaien. Dat vind ik altijd leuk waaien. Maar goed, verder hebben wij het weekend niet heel veel gedaan. Ze hebben natuurlijk afgelopen donderdag en vrijdag ons plafond gedaan. Dus ik heb gelijk die kans gegrepen om de helft van de spullen terug te zetten. Dus we hebben nu een hele rustige woonsituatie beneden. En dan ga je zoeken en dan denk ik, ik moest alle losse spullen weghalen. Dus ik had accessoires en planten en dat soort dingen. En lampen moesten van het plafond af en je kent het wel. En dan vinden ze toch nog een tasje met schoolspullen van Wesse van België. Nou, Wesse gaat al 1,5 jaar niet meer in school. Dat stond ergens en dat waren we gewoon vergeten. En dan, wij zijn wel een beetje rommelig, maar niet heel overdreven of zo. Maar dan raak je zo gewend aan dat het daar staat, dat je er eigenlijk overheen kijkt altijd. Het is heel apart. Even mijn wenkbrauw doen met de Catrice Eyebrow poeder en mijn malletje. Op een of andere manier vind ik dit super handig. Vraag me niet waarom, vooral voor het staartje. En dan doen we de rest zo. Ik ben gewoon niet iemand die hier uren mee bezig kan zijn hoor, met wenkbrauwen. Ik begrijp als je helemaal geen wenkbrauwen hebt.
dat het misschien lastig is. Maar het is niet heel veel wenkbrauw, maar er zit wel iets, zeg maar. En dan met mijn gewone kwastje maak ik ze iets langer. Dat vind ik fijn. Zo, wenkbrauwen, check. Oogschaduw. Voor oogschaduw heb ik de eyeshadow stick van Catrice in de donkerste kleur. En wat ik dan eigenlijk doe, is de kleur het hele bewegend ooglid in. Even een beetje strak trekken. En iets hoger. En dan ga ik dat uitblenden met een kwastje. Dat is het. Ik ben van geen oogschaduw naar dit gegaan. Het geeft net een beetje, je hebt toch iets op je ogen. Maar ik hoef er niet heel veel moeite voor te doen, zeg maar. Ik ben ook natuurlijk niet heel goed in oogschaduwlooks. Het moet wel gelijk zitten. Zo. That's it. Dan mascara. Ik ben bezig met de False Lash mascara van Catrice ook. Maar ja, wij kwamen dus zaterdag thuis. En toen, best wel reed. En Dennis zat achterin. Dus ik stap uit de bijrijdersstoel hier op de oprit. Ja, we hebben een oprit. Dus, er ligt daar blijkbaar, en dat wist ik wel, nog een stukje gaas. Maar ik zag het niet, want het was tegen 6, dus het was al aardig donker hier. En ik ga me op mijn mel, onwaarschijnlijk, zo de kliko's in. Dus ik heb nu pijn in mijn knieën. En een gekneusde pols. Deze. Of van mezelf tegen even proberen te houden. Het geeft niet. Dit gebeurt mij. Nou, laat ik zeggen, regelmatig. Toen stond ik gisteren op van de bank om naar boven te gaan. Toen bleef ik met mijn voet achter de salontafel hangen. Wij hebben een glazen salontafel uit één stuk. Dus er loodzwaar. Lag ik bijna door de woonkamer heen. Zo, ik vind 2 dingetjes genoeg. Maar goed. We zijn er. Het doet alleen pijn. En meer is er niet aan de hand.
Ik heb de Makeup Revolution Reloaded bronzer. Altijd een van mijn grote favorieten. Nooit moeite mee om deze te gebruiken. Ik doe altijd even mijn kippenkwapje, noem ik het. Hier zo. Kijk, dan lijkt het gelijk een stuk minder, zie je dat? Maar daardoor lijkt deze weer heel veel groter. Dus die gaan we ook even doen. En ik ben natuurlijk geen professional, hè. Maar doe dat met kleine beetjes. Niet in één keer wop, weet je wel. Want dan komt het niet goed. Ik heb van L'Oreal de blush Life is Peach. Dat geeft toch altijd een beetje lekker fris kleurtje op je wangen. Maar niet te overdreven. Zo. Nou moet ik heel even hier erbij, want ik was blijf. Even kijken, ik ben op zoek naar deze. Dit is Pillow Talk. Ik gebruik het niet heel vaak. Maar ik dacht, ach, als we niks nieuws gaan doen. Ik gebruik liever Iconic Nude. Ik weet niet wat het is, maar ik vind hem heel erg rozig uitslaan op mij. Ik heb hem genoeg gebruikt hoor, de Pillow Talk. Dan doe ik even oorbellen in. Doe weer mijn parels in gewoon. Lekker makkelijk. Het zijn natuurlijk geen echte. Deze wel, deze niet. En ik ben bezig met een proefje van een luchtje van Coco Mademoiselle. Zo. Dit is de look met niks nieuws. Kijk, weet je wat het is? Je hoeft dus niet altijd nieuwe dingen te kopen om een mooie look te maken. Om jezelf die lippenstift valt me echt heel erg mee, moet ik nu zeggen. Nee, ik wou zeggen om jezelf mooier te voelen, maar je bent mooi ook zonder make-up. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, je hoeft niet altijd nieuwe dingen te kopen om het nieuwe dingen te kopen. En je hebt niet altijd alle nieuwste producten nodig. Kijk, ik voel me zo verzorgd, laat ik het zo zeggen. Omdat ik de neiging heb, als ik ben veel thuis, hè, veel alleen. Nou ja, de situatie is bij jullie bekend.
En als je nieuw bent hier, ik heb MS en ik ben afgekeurd. Dus ik heb weinig energie. Ik ben gedeeltelijk afhankelijk van de rolstoel. En van hulp van mijn man of zoon om bijvoorbeeld te gaan winkelen of dat soort dingen. Dat kan ik niet lopend. Dat heeft niets te maken met dat ik dik ben. Ondanks dat ik dik ben, heb ik altijd goed kunnen lopen. Dat heeft te maken met de MS. Maar dat geeft niet. Ik heb dat geaccepteerd. Het is wat het is. Maar ik merk dat als ik thuis dan de hele dag ben, dat ik de neiging heb snel om mezelf te laten verstonsen. Dus dit is een onderdeel van mij om me zelfverzekerd te voelen en om me verzorgd te houden. En onverzorgd bedoel ik niet met dat ik nooit meer ga douchen en zo, weet je wel. Maar dan loop je in een te grote trui met een joggiebroek zonder BH de hele dag. En dan gebeurt hier helemaal niks meer. Dus, en iedereen heeft zijn dingetjes. En iedereen heeft, en als je die niet hebt, maar iedereen heeft zijn redenen om make-up te dragen. Buiten dat het voor mij een hobby is en dat ik het echt heel leuk vind om te doen en om te proberen en voor jullie video's te maken ermee, is het voor mij ook dus, kijk, dit moet eraf vanavond en dan moet ik mijn gezicht verzorgen. En 's ochtends moet je je gezicht verzorgen voordat je weer make-up op doet. Dus het heeft een hele reden voor mij, psychisch, om die verzorgdheid zo op te houden, zeg maar. Heb je dat niet en vind je het gewoon leuk om te doen? Ik wil ook goed. Ik vind het ook leuk, anders zou ik het niet doen. Ja, als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het niet doen. Dat is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk het allereerste waar het om draait. Als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen. En als je het onnodig vindt, moet je het niet doen. En je hoeft echt niet een Dior Forever Glow Skin Glow. Jeetje. Ga nog. Te hebben om een mooie look te maken. Er zijn genoeg betaalbare foundations die dat ook doen. Het is wat je prefereert en het is wat je ervoor over hebt, hè? Maar ik wou alleen zeggen, het is niet zo dat je altijd de nieuwste dingen moet kopen. Zeker vandaag de dag niet. Make-up is het niet waard. Als jij gewoon je basis stash hebt, je basis dingetjes, is meer dan prima. Als je daar een look mee maakt waar jij tevreden mee bent, is dat meer dan prima. Ga niet mee in de hype. Tenzij je dat wil en kan veroorloven. Prima, doe ik ook. Maar relax een beetje. En neem het niet te serieus. Het is niet zo dat als jij zo naar je werk gaat, dat ze dus zeggen, je bent, ik heb dat nog wel vaak. Het is hier een haar. Ik krijg hem niet te pakken. Oh, daar heb ik hem. Dat je niet serieus genomen wordt in make-up. Want make-up is een beetje ordinair voor domme mensen. Niet dat alle ordinaire mensen dom zijn. Maar begrijp je wat ik bedoel? Het is niet zo kortzichtig. Dat zou ik aan de wereld willen vragen. Wees niet zo kortzichtig. Laat iedereen in zijn waarde. Als mensen met een full beat zoals dit, wat niet heel overdreven is, accepteer gewoon. Accepteer elkaar. En accepteer elkaars verschillende meningen. Jeetje. Nou, we hebben hem afgesloten met een hele wijze woorden van deze niet zo wijze middle-aged. Is dat al zo? Ben je met 50 middle-aged? Ja, toch? Ja, toch? Niet dat het wat kan schelen, maar nou, goed. Hey, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Als je ideeën hebt voor een video of dat je zegt, joh, dat moet je een keer proberen, laat het achter. Dan, ik lees het nou niet elke dag, maar zeker één keer per week lees ik wel de reacties waar ik de vorige keer nog een shout-out voor heb gedaan. En abonneer op mijn kanaal, dat vind ik leuk. Dan kunnen we een beetje groeien en dan hebben we ook meer ja,
kan zijn populariteit op YouTube. Daar draait het toch eigenlijk wel een beetje om. Het enige wat ik nog wil is fijne dag, waar je ook bent. En dan zie ik jullie graag bij de volgende.